today's episode of How Fucked Up Is Fucked Up. That's fucked up. Brothers in arms, dire strait, as we trust in God, blue and yellow, we keep the faith. Ik ben glashelder, ik heb je mijn grens aangegeven, ik wilde verder leven, in plaats van geleefd worden, CQ beven, ofwel trillend aan je kleven, zo van heb je nog wel heel leven. Als blijk van waardering, zoals de schokken van het leven krijgt de tering. I jump around als een vering onder jouw bezwering. Spreken is goud, ik kom tot een kering. Ik trek lering als je kunt zeggen bedankt in plaats van krijgt de tering. Levenslessen een keer in. Zoals liefde wel een roos. Liefde verandert mensen in een doos. Die open gaan en bloeien na een poos. Zoals gevoelens groeien het leven uitschieters als snoeien. Als je het niet aanstaat zal je het niet boeien. Ik ben glashelder, ik heb je mijn grens aangegeven. Ik wilde verder met mijn leven, in plaats van geleefd worden, zeker beter trillend aan je kleven. Zo van heb je nog heel even. Als blijk van waardering, zoals de schokken van het leven krijgt de tering. I jump around als een vering, onder jouw bezwering. Spreken is goud, ik kom tot een kering. Ik trek lering, als je kunt zeggen bedankt, in plaats van krijgt de tering. Door levenslessen in kering. Zoals liefde verwelkt. Een roosliefde verandert mensen in een doos die open gaan en bloeien na een poos. Zoals gevoelloos gevoelens groeien het leven uit schieters zal snoeien. Als je het niet aanstaat zal je het niet boeien. Glashelder, ik heb je mijn grens aangegeven. Ik wilde verder met mijn leven. In plaats van geleefd worden, CQ beven, trillend aan je kleven. Zo van heb je nog heel leven. Zoals liefde verwelkt, de roosliefde verandert mensen in een doos. Die open gaan en bloeien na een poos. Zoals gevoelloos gevoelens groeien het leven uitschieters zal snoeien. Als je het niet aanstaat zal je het niet boeien.
als de schokken van het leven krijgt de tering. I jump around als een vering onder jouw bezwering. Spreken is koud, ik kom tot tering. Ik trek lering als je kunt zeggen bedankt in plaats van krijgt de tering. Levenslessen kering. Ik ben glashelder, ik heb je mijn grens aangegeven. Ik wilde verder met mijn leven. In plaats van geleefd worden, CQ beven. Trillend aan je kleven. Zo van heb je nog wel heel leven. Zoals liefde verwelkt, een roos. Liefde verandert mensen in een doos. Die open gaan en bloeien na een poos. Zoals gevoelloos, gevoelens groeien. Het leven uitschieten zal snoeien. Als je het niet aanstaat, zal je het niet boeien. Ik ben glashelder, ik heb je mijn grens aangegeven. Ik wilde verder met mijn eigen leven. In plaats van geleefd worden, zeg je beven. Je hebt trillend aan je kleven, zo van heb je nog heel leven. Het is tijd, je bent de klos, ik laat je los. Want ik ben die number one boss. Je weet, what is it now, I'm here by your straight. Cause I keep the faith, all glory to the most high. Every try, no deny. All praises and glory to the Most High. And we ask the blessing for Ukraine, blue and yellow. Brothers in arms, here we go. As we go on the battlefield, you know there's always another show. As we go on with the offensive, with the offensive. Yeah, man. Where the shit coming up in your face? It ain't no disgrace, cause this the brothers in arms in your place. Things that bother you, they never bother me. I haven't got a lot, I don't need a lot. Has it been true? It makes sense. They say the world is gonna end because the poles, like, you know, North and South Pole, they shit. I didn't really see anything, to be honest. Shift every 12. Has it been true? There's a CIA document that came out. Everybody just started talking about it now. It's called the Adam and Eve story. It basically explains how the world is gonna end. Has it been true? It makes sense. They say the world is gonna end because the poles, like, you know, North and South Pole, they shift every 12,000 to 15,000 years. And once they shift, it causes like a giant, like, apocalypse, big earthquakes, giant tsunamis. Once the apocalypse happens, we go right back to the Stone Age. And it said that our first humans, like as us, it was 10,000 years ago. So if you think about it, 10,000 years ago, we're in year 2000. We're at 12,000 years right now. And now you see like global warming like that. Like in the book, it says that we are the sixth civilization that came out of the apocalypse. So we just get to a certain point in life and then just hard reset. And that explains a lot, because remember how you were saying that the Sahara Desert used to be green and like Antarctica used to have forests like that? Yeah. That's what happens. Like it switches everything and flips. Yeah. So now like some places turn cold, some places turn hot. That's why they was talking about like the flood in the Bible like that. That's probably what happened to Atlantis and shit. I was just like about to say Atlantis. It would make sense for a city in the water if the water wasn't there before. Yeah, I think that's called the Younger Dryas impact theory. Civilization gets reset every couple of thousand years. Y'all, I am freaking out right now.